Hey, goedemorgen, het is vandaag zaterdag 7 maart en het is net 9:30 geweest. Ik ben eigenlijk al een tijdje wakker. Ik heb even een beetje opgeruimd. Het was er leeg gehaald, dat soort dingen. Ik wil even één vlogje editen. Want ik ben vandaag de hele dag weg, morgen de dag weg. Dus even één vlogje editen en dan douchen, dat soort dingen, ontbijten. Ik heb al theetje, dus gewoon lekker rustig de ochtend beginnen. Hey, het is 10:30. Ik ben klaar met editen. Mijn video's even aan het exporteren. Dan kan ik hem uploaden. Verder ga ik niks doen vandaag. In ieder geval qua editen. Ik heb ook even ontbijt gemaakt intussen. Ik probeer een beetje gezond te doen zoals je ziet. Ik heb lekker crackertjes met kaas, appeltjes en weer een kop thee en neuspray. En ik ga intussen maar even YouTube filmpjes kijken voordat... Een half uurtje en dan 11 uur dan ga ik douchen. Zo, ik heb gedoucht. Mijn haren ga wassen. En, mijn oor zit nog steeds verstopt. En ik ga me even klaarmaken. Het is kwart over 12. Ik wil rond. Rond 1 uur weg of zo. Zoiets. Ik wil net zeggen, ik gebruik tegenwoordig minder foundation, maar ik ga toch niet zeggen dat hij nu op is. Nooit. Kut. Zo, we zitten in de trein naar Hoge Zand en verder eet een cake met chocolade. Ik mag niet een hapje. Je hebt brood. Oh, zie je hoe die is? Nee, je hebt brood. Ja, nu heb je al die chocolade erop gegeten. Nee, ik heb een kaasbroodje gehad. En dan gaan we even naar mijn vader. Hé, hey, dit is... Even naar mijn vader toe en dan gaan we richting Stadsknol. Aan de Stadsknol. Gaan we daar naar Ashok. Die is daar. Wij zijn in Tweede Exloermond. En het is hier zo rustig. Ik sta midden op de straat. Ja, er is helemaal niks aan de hand. Zo rustig is het hier. En dit is mijn neef, die is jarig. Hallo. En die is 18 geworden alweer. Alweer? Al 22 jaar lang? Al 22 jaar lang wordt hij 18. En dus hier zijn we. Ik hoop dat verder geen boete krijgt. Ik heb hem niet laten staan, of wel? Het is een beetje koud. Dat is een korte politie. Alles doet er. Echt alles doet er. Het is koud. Het is ook al 6:30 geweest. Het is nog mooi weer. Maar zo naar huis. Dit is zo'n Marokkaantje op een scooter, hè. Moet ik eens achteruit rijden? Hé, mijn scooter, mijn scooter. Ja, ja. Pak hem wel laat, hè. Hij is nog origineel, hè. Ja. En weg is die. Kijk jouw lachen dan. Is chill, hè? Ja, maar het is vet chill. Lekker, hè? Hé, hey, het is 10:30. We waren thuis gekomen om... Nou, in ieder geval ongeveer 3 kwartier geleden, want toen we thuis kwamen, zijn we gelijk Breaking Bad gaan kijken. En de laatste kwartier ben ik in slaap gevallen. Ik lag zo bij Ferry zo en ik had het koud, dus toen kreeg ik het lekker warm. En toen dacht ik in één keer, hé, zus! Dus ik keek zo, dacht ik, was ik in slaap gevallen. In ieder geval, ik had gezegd hoe laat het was. Ik ben echt gewoon, 10:30. Toen zou ik zeggen, oh ja, we waren naar de McDonald's geweest. Want we gingen weg bij mijn neef. En toen hadden we geen honger. En toen we bijna thuis waren, we wel honger. Dus zijn we naar de McDonald's gegaan. En we hadden nieuwe frietjes. Ik kan nu zo'n zakje red chili krijgen. Voor over je patat en zo. Dat was eigenlijk wel lekker. Ik deed zo erover. En toen dacht ik, het stinkt vet, weet je. Zo overheersend. Maar als je het eenmaal eet, dan denk je, wow, lekker. En dus dat gedaan. En ik had nog een macroket, maar omdat ik zo laat had gegeten, zat ik zo vol. Dus heb ik mijn macroket meegenomen. Waarschijnlijk eet ik die niet, eet verder die morgen of zo. Ik ga nu mijn make-up eraf halen. En voordat ik in bed lig en zo, ik denk dat ik gelijk ga slapen. Ik weet het niet. Ik ga nog even in bed tv kijken. Ik denk dat Ferry nog eventjes achter de pc gaat. Maar ik moet zeggen, ik ben blij met mijn wenkbrauwen de laatste tijd. Ik moet ze even knippen, maar
En mijn oogbloed is wel uitgelekt, maar ik heb geen primer gebruikt vandaag. Dus dan glijdt alles eraf zodra het warm is. Ik ga lekker douchen. Hey, het is 11 uur, ik heb gedoucht trouwens en ik ga gewoon slapen. Ik ben echt moe. Dus ja, ik zie jullie morgen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal. En wel te rusten. Doei. Be your own kind of beautiful.